Ik had een hele goede leven voor 24 februari. Op dit moment, ja, ik heb geen andere interesse meer behalve dat. Gewoon mensen te helpen, hoe ik kan hier. Ja. Vriendinnen Binny en Anna zamelen spullen in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In principe hebben wij op Instagram en Facebook een berichtje gezet. In principe halen we ook al die spullen dan eerst op en dan gaan we het thuis sorteren en dan brengen we het allemaal hierheen. Ze wonen in Nijmegen, maar Anna komt zelf oorspronkelijk uit Oekraïne en maakt zich natuurlijk zorgen om haar familie. Ja, wij hebben iedereen gewoon daar op dit moment, behalve onze schoonmoeder hier toevallig. En ja, familie, vrienden, mijn ouders en de broer van mijn man zijn iedereen daar op dit moment. Gelukkig is contact met haar familie en vrienden nog wel mogelijk, al is ook dat iedere dag weer spannend. Op dit moment houden wij echt elke dag, een paar keer per dag, constant contact met hun. Want wij natuurlijk weten, elke dag verandert iets. Dat loopt zo dynamisch. En dan weten wij niet, wij zijn ook bang om naar bed te gaan in de avond, want meestal gebeurt iets in de nacht. Dus je weet nooit hoe jij dan met de andere nieuwe dag begint. Inmiddels zijn er meer dan genoeg kleding en dekens. Maar sommige andere spullen zijn nog wel heel hard nodig. De medicijnen zijn vooral belangrijk, ja. En de powerbank, batterijen, zaklampen, dat soort dingen vooral. Precies. Ja. De hulpgoederen kunnen bij Anna thuis in de wijk Tolhuis worden ingeleverd. Vervolgens gaan ze naar de opslag in Amsterdam en vanaf daar gaan vrachtwagens naar Oekraïne. De eerste rit is in elk geval goed gegaan. Een paar dagen geleden was de eerste bus naar Oekraïne gekomen met de eerste spullen welke was in Amsterdam verzameld. Dus dat was wel een groot succes, zeg maar, voor ons. Wij waren heel blij dat te horen. Uiteindelijk is het natuurlijk de hoop dat deze hulpactie maar kort hoeft te duren. Ik hoop dat het gewoon wordt gestopt. En iedereen kan een beetje, een beetje verder gewoon leven.